paard. Oh, stop. Oh. Hoi, leuk dat je kijkt naar Paardenpraat 2. Ik kreeg heel veel vragen op Instagram in mijn privéberichten van jongens die paardrijden en die daarmee gepest worden. Nou, ik vind dat dus niet kunnen, dus vandaag ga ik wat tips geven speciaal voor alle paardrijdende jongens onder ons. Kom, links. Kom, goed zo, braaf. Ik kreeg dus heel veel vragen van jongens die paardrijden, wat ze moeten doen als ze daar eens mee gepest worden. Want dat schijnt dus nog echt een ding te zijn. Dat als je paardrijdt als jongen, dat het dan niet cool is. Of ik had zelfs iemand die zei, ja, ze zeggen dat ik homo ben, want ik rijd paard. Hoezo? Dat is echt super stom. En het schijnt zelfs zo te zijn, ik had ook een bericht van iemand, die is dus zelfs gestopt met paardrijden, omdat hij ermee gepest werd. En ik vind dat echt niet cool, dat kan echt niet. En ik wil beginnen met jullie vertellen, iedereen, maar ook alle paardenjongens, het gros van de Nederlandse top, het grootste deel van de Nederlandse top, zowel dressuur, springen als eventing, bestaat uit mannelijke ruiters. Dus de ruiters die in Nederland het beste zijn, zijn bijna altijd man. En in de rensport is het zelfs zo dat bijna iedereen man is. Dus paardrijden als man kan gewoon, is allemaal helemaal prima, is niks mis mee. En zijn er ook vaak nog super goed in. En jongens, Edward Gal, dat is een Nederlandse dressuurruiter, daarvan wordt gezegd dat hij de beste ruiter is van de wereld. Dus ik zeg het maar even, jongens kunnen er echt wel wat van. Nog geen 100 jaar geleden waren er in Nederland nog niet echt auto's. Of ja, die waren er wel, maar niet zoals we dat nu kennen. En eigenlijk is pas na de Tweede Wereldoorlog is echt gekomen dat iedereen een auto had. En dat de paarden eigenlijk steeds meer verdwenen uit het dagelijks leven. Dus voorheen kon je nergens komen, nergens, als je geen paard had of als je niet op paard rijdde. En dan kon je bijvoorbeeld ook geen boer worden, geen eten verbouwen, want landbouw was allemaal met paarden. Spullen vervoeren was allemaal met paarden. Er werden zelfs boten getrokken, die werden getrokken door paarden. Dus een boot ging dan zo door het water en dan was er een paard langs de kant. Die trok dan die boot voor, want er was ook nog geen motor in die boot. Dus nog niet zo heel erg gek lang geleden was je helemaal nergens als je niet kon paardrijden. Dus ik vind het een soort van skill als je kan paardrijden. Als je nu nog steeds kan paardrijden, dat niet verloren gaat. En ja, daarom denk ik eigenlijk dat het gewoon dikke onzin is als mensen zeggen, ja, paardrijden is stom. Dat is net zoiets als dat mensen zeggen, paardrijden is geen sport. Natuurlijk is paardrijden wel een sport, want een paard wordt niet zo geboren als rijpaard. Dus het is niet zo als je erop gaat zitten dat het paard dan alles doet. Jij moet zorgen dat dat paard dingen gaat doen. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg vet als je dat nu nog steeds kan. En stel je voor dat er ooit een keer een ramp gebeurt, dat er een kernbom ontploft, dat we een mega wereldoorlog krijgen of zo, of dat alle stroom uitvalt, dat de aliens komen en je kan paardrijden, heb je in elk geval nog iets. In elk geval nog weg. Als je nu een jongen bent en je rijdt paard, je wordt ermee gepest, dan heb ik nog wel een paar soort van tips die je kunt gebruiken. Als je een jongen bent en je rijdt paard en je wil dat ook uitdragen, dus je wil dat ook vertellen, doe dat dan ook met trots. En bedenk ook voor jezelf waarom je paard rijdt. Dus waarom ben jij gaan paardrijden? Omdat je het leuk vindt, omdat het gezond is, omdat je het heel erg vet vindt, omdat je bijvoorbeeld op een heel groot paard rijdt en dat je dan leert om zo'n paard te beheersen en dingen te laten doen die jij wilt. Bedenk voor jezelf een heel mooi verhaaltje waarom je paard rijdt en wees daar ook trots op. En er zijn altijd mensen die daar niks van snappen, die dat stom vinden, die jou eigenlijk gewoon pesten omdat ze zelf, ja, misschien niet zoveel te doen hebben, omdat ze geen hobby hebben of zo. Dat is ik weet niet precies. Als het dan gebeurt, negeer dat dan ook gewoon. Kijk, ik ben een meisje en tegen mij worden er ook stomme dingen gezegd over paardrijden. En ik negeer dat ook heel vaak en dat komt omdat mensen dat dan meestal zeggen omdat ze er geen verstand van hebben. En hoe zonde is het als je je laat beïnvloeden door iets wat mensen zonder verstand tegen je zeggen. Dat is echt super zonde. Als je als jonge paard rijdt, zorg dan ook dat je veel foto's en filmpjes maakt. Dat je aan mensen die dat niet helemaal begrijpen of misschien helemaal niet eens weten wat dat inhoudt als je paard rijdt, ook kan laten zien wat je doet. En we krijgen ook best wel veel berichtjes van, ja, ik rijd een paard, ik ben een jongen, maar je hebt allemaal roze dingen. Dat is tegenwoordig helemaal niet zo. Vroeger was heel veel dingen heel roze, heel My Little Pony, heel prinsessenachtig. Maar dat is tegenwoordig echt niet meer. Het is tegenwoordig juist veel meer in de mode om iets stoerders te doen. En ook dingen met legerprinten, dingen met groen. Ik vind dat
persoonlijk heel erg tof. Dus het is zeker niet zo dat je altijd maar in een prinsessenoutfit of zo of met roze moet paardrijden. Er zijn super veel dingen om aan te doen, ook om aan te doen bij je paard, zodat je echt je eigen stijl ervan kan maken en echt super stoer kan maken. En als je nou zegt van nou, ik vind dat juist wel heel vet dat ik mijn paard met mooie strikjes in zijn manen kan doen en dat ik gewoon lekker een roze paardrijbroek aantrek, doe het dan ook. Maar wees je dan ook echt super trots op dat je het doet. En, ik kan nog wel vertellen, laatste dingetje. Tegenwoordig zien wij steeds meer op de Paarden van het Vee fandagen en op alle meet and greets waar we zijn, dat er steeds meer jongens naar ons durven te komen. Dus dat zij ook gewoon in de rij staan voor een meet and greet, voor een handtekening. En heel eerlijk, ik vind het gewoon echt super stoer. En ik vind ook dat het gewoon hoort. Dat hoort gewoon zo dat er ook altijd jongens komen. En die geven dan ook altijd extra aandacht. Dat vinden we gewoon extra leuk. Ik zit hier met mijn vader en ik was eigenlijk op zoek naar een man of een jongen die paard reed. En ik wilde eigenlijk Tom vragen, maar ik zag dat hij wedstrijd had, dus dat ging niet. Maar mijn vader rijdt ook paard. Tegenwoordig rijdt hij op een tractor, maar vroeger reed hij dus ook paard. En misschien dat jij wel tips hebt voor de mannelijke paardrijders onder ons. Wat je kan doen als je daarmee gepest wordt of lastig gevallen wordt. Oké, nou ja, leuk. Ezra. Misschien heb ik al een paar tips. Ja, ik kom van een boerderij. Mijn vader was vroeger boer. En toen hadden wij ook paarden thuis. Maar ja, die stonden altijd voor de ploeg. Die moesten werken. En heel af en toe ging ik daar wel eens op zitten. Zonder zadel gewoon het land in. En dan in galop het land overheen en dan weer terug. Maar ik had toen helemaal niks met paardrijden. Maar naderhand, toen ik op de middelbare school was, had ik een paar vrienden en die reden ook paard. Toen ging ik één keer in de week op de manege paardrijden. En dat was, was gewoon een lesje, één keer in de week. En eigenlijk was dat wel heel erg leuk. Ik ben wel met jou eens dat dat wel een beetje een uitzondering was. Want heel veel jongens die gingen voetballen of die gingen volleyballen. Ja, misschien is dat juist heel leuk als je een keer met je vrienden nog iets anders wil proberen dan standaard voetballen. Dat je dan een keer op paardrijles gaat en dat je dan misschien, weet ik veel, 3 van die lessen neemt. En dat je dan gewoon met je vrienden gaat paardrijden. Als je het tof vindt, dan blijf je het doen. Ja. Want dan kun je bijvoorbeeld ook op buitenrit of op strandrit. En dat is weer heel vet. Wij hadden de manege in Noordwijk, vlakbij het strand. En toen ben ik voor het eerst naar buiten gegaan, een buitenrit gemaakt. Nou, dat zal ik nooit meer vergeten, want ik dacht bij mezelf, ik kan wel redelijk rijden. Toen kwamen we op het strand. Het was gewoon echt maar, in galop gingen we er met z'n allen vandoor. En ik denk bij mezelf, mijn god, wat gebeurt hier? Maar goed, ik had dat toch wel redelijk onder controle. En naderhand was ik er eigenlijk helemaal verknocht. En toen ben ik ook heel vaak buiten gaan rijden. Ik heb ook heel veel voor de manege-eigenaar heb ik toen buitenritten begeleid. Dus en ik was ook eigenlijk meer een recreatieruiter. Ik deed heel af en toe wel eens een keer een dressuurlesje. Wedstrijdje. En ik deed ook wel eens een keer carousel, heb ik ook nog gereden. En een beetje gesprongen heb ik nog gedaan. Maar ja, ik was meer een recreatieruiter, dus veel buiten rijden. Ja, dat is gewoon geweldig. Wat ook wel heel prettig is, als je bijvoorbeeld een drukke baan hebt, of je bent druk op school of wat dan ook, dan is het heel erg ontspannend om 's avonds gewoon, als het lekker lang licht is, om dan heerlijk door de duinen ontspannen paard te rijden. Dat is echt helemaal geweldig. En dat is ook gezond, hè? Als je dan heel druk bent op school, of je zit bijvoorbeeld in je examenjaar, dan ga je gewoon daarna naar buiten en dan ben je buiten bezig. Je bent met die paarden bezig, je hoeft daar niet over na te denken. Je bent daar gewoon mee bezig en dat is heel erg gezond en ook heel erg ontspannend. Ja, het maakt je hoofd leeg, kan je eigenlijk wel zeggen. Ik heb eigenlijk nooit zoveel last gehad van het feit dat je, dat je niet chill was. Ja, maar dat was wel vroeger, hè? Want vroeger was het paarden, want jullie hadden ook nog paarden voor de ploeg, dat was toen nog iets en dat bestaat nu eigenlijk niet meer heel erg. Dus nu heb je veel meer mensen die eigenlijk helemaal niet thuis zijn in de paarden en die daar ook helemaal niet zoveel van weten en die het daarom juist raar vinden. Ja, dat zou goed kunnen. Maar goed, het is echt ook voor jongens, ook voor mannen, het is gewoon een aanrader om eens te proberen om op paardrijles te gaan. Ook als je wat oudere mensen kunnen dat ook gewoon doen. Dus het is niet leeftijdsgebonden. Nee. Dus gewoon doen. En het is echt, het is eigenlijk helemaal geweldig. Nee, we hebben een vader hier van een meisje van 13. En die, hoe oud zal Felix zijn? Ik denk dat die 46 is of zo. Zoiets. Die gaat nu dus ook op paard rijden, omdat zijn dochter ook paard rijdt. Dus dat is toch vet. En dan kun je gewoon samen een keer gaan buitenrijden. Mijn vader heeft ook nog een aantal tips. Dus brand maar los. Ja.
Zeker. Ja, gewoon als je gaat beginnen met paardrijden, dan zoek eerst een goede manege uit. Hè. Ga naar bijvoorbeeld een FNRS-manege, een goedgekeurde manege. Daar helpen ze je om daar op wegwijs te worden. Voor wat betreft voor het tenue wat je moet aanschaffen. Ja, het is wel zo dat een sportbroek, maar ook een paardrijbroek, die kun je ook gewoon aanschaffen. Soms kun je gewoon op marktplaats ook kijken dat je zo'n ding gewoon goedkoop aanschaft. Het is wel aan te bevelen om een paar paardrijlaarzen aan te schaffen. Maar of ook regenlaarzen dat, kan ook. Of regenlaarzen kan ook. Maar goed, maar paardrijlaarzen. Nou, en ik weet zeker als je gewoon met rubberen. Je hoeft niet gelijk dure leren laarzen te kopen. Je kan gewoon in het begin met rubberen rijlaarzen. Die je ook voor een paar tientjes kunt kopen. En dat voldoet wel. En als je dan dat tenue hebt, ja, weet je, dan is die basis gewoon heel erg goed om. Om in ieder geval te beginnen. Ja, en die cap kan je dan vaak wel lenen. En als je dan door blijft gaan, dan koop je ook je eigen cap die goed past voor je eigen hoofd. Ja, want dat is wel belangrijk. Cap is natuurlijk een verplichting om dan daar om die op te zetten. Als er nou mensen zijn die naar aanleiding van deze video gaan paardrijden, stuur ons dan een foto. Dan ben ik heel erg benieuwd. Ik moet heel erg zeggen, Ezra, door dit videootje denk ik dat ik weer helemaal gemotiveerd ga worden. Dus ik ga binnenkort, wil ik alweer een keer hier op een paard klimmen. Want het is voor mij alweer een aantal jaren geleden dat ik op een paard gezeten heb. En vanmorgen was ik aan het sporten in de duinen. En ik dacht bij mezelf, god, het lijkt me toch wel lekker om heerlijk op een paard hier door die duinen heen te rijden. Dus wie weet, binnenkort een videootje waarin Ezra en de vader samen aan het paard rijden zijn. Wordt vervolgd. Nou jongens, dit was hem weer. Ik heb echt met verbazing die berichtjes die ik heb gekregen gelezen dat dit nog bestaat. Dat vind ik eigenlijk toch wel heel erg erg. En ik vind het ook heel erg dat mensen die eigenlijk gewoon niks van weten en er geen verstand van hebben, dan daar andere mensen mee gaan lastigvallen dat zij iets raars vinden. Volgens mij heb je dan zelf een probleem en niet degene die iets doet. Ik hoop dat jullie het een leuk video vonden. Ik hoop dat jullie iets aan de tips hebben. Ik hoop dat jullie het met mijn vader leuk vinden. Dit is wel heel grappig, want dan komt hij hier zo zitten. En dan, als hij dan binnen is, is hij zo'n beetje zo'n boertje. En dan komt hij hier zitten. En dan zit hij helemaal deftig rechtop. En dan praat hij heel netjes en zo. Dus dat is altijd wel grappig. Ik hoop dat jullie het een leuk video vonden. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!